Ananas! 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 Hey kijkers, mijn kanaal Sterms. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe TNT Server Survival. Mijn naam is Vincent. Het is super awesome dat jullie weer kijken. Ik zou ook niet snappen waarom ik me voorstel. Maar ja, mocht je me niet kennen, hallo, ik ben Vincent. Oké, want dat is de meest rare intro ooit weer. Maar hallo, ik ben Vincent. Wij gaan vandaag weer verder aan TDT City, oftewel op de TDT-server gaan we weer lekker verder. Er is veel gebeurd. Ik moet nog... Waarom loop ik eigenlijk weg van het project waar we mee bezig zijn? Laten we daar gewoon even beginnen. Mensen, het zou super tof zijn als jullie op het duimpje omhoog drukken. Er komt binnenkort trouwens... Ik ga het gewoon lekker zeggen. Er is aankomende zaterdag een meet and greet met mij te winnen. Hou in ieder geval goed mijn socials in de gaten. Twitter en Instagram. Daar kan je... Ja, daar zal alles geüpdate worden. Ondertussen is er... nice. Iemand heeft lava gedoneerd. Dat is super chill. Dus er zijn weer mensen die onze video's hebben gekeken. Die weten waar we mee bezig zijn. En die zijn dus hier ook al bezig geweest. Super tof. Hartstikke bedankt mocht jij dat gedaan hebben. Dikke shout-out naar de lava man. Ik weet niet eens wie de lava man is voor vandaag. Maar dikke shout-out naar jou. Hoppatee, we hebben 2 lava buckets. We moeten even kijken of dit mooi is. Zou dit mooi zijn? Ja, ik vind het schitterend. We gaan gewoon lava daar zo in knikkeren. Het ziet er perfect uit. We gooien er weer 2 uit. Halen er weer, of 2 lege buckets en halen er weer 2 uit. Alleen zit ik toch wel te twijfelen of ik het wil weglaten stromen. Maar dat is nog iets terzijde daarvan. Super awesome dat jullie weer kijken dus naar een nieuwe TDT Server Survival. Ik kan in ieder geval wel iets vertellen. Er komt binnenkort weer een nieuwe serie aan. Het staat los van de TDT Server. Maar ik dacht, ja, ik vind het toch wel leuk om dat hier te vertellen. En dat is iets wat ik met kijkers wil gaan doen. En daar kan jij ook weer kans op maken. Dus laat even dikke hype in de chat achter. Ik ben weer met super coole dingen bezig. Ik ben nu alles aan het klaarmaken daarvoor. Maar dat wordt super awesome. Oké, er komen weer dus super veel leuke dingen aan. Ik ben echt super hyper de pieper daarom. Dat is echt slecht. Of altijd juist goed. Dat is juist goed, Vincent. Dan weet je dat er dus weer toffe dingen aan gaan komen. Dus daarom vraag ik bij deze 1 keer of je massaal op het duimpje omhoog wilt drukken. Hier zouden wij een doorgang trouwens gaan maken. Wat dus uiteindelijk in de andere cave uit zou moeten komen. Ik ben alleen even benieuwd of de jongens verder zijn gegaan met wat ik gevraagd had of niet. Nee, zie je, hier is nog niks gebeurd. Maar hier moet dus een mineshaft komen. En dan hier heb ik een trap met Eva gebouwd naar een verdieping daarboven. Maar die heeft dan niet echt bepaald een waarde. Of juist weer wel. Dat is toch even iets wat ik met de jongens wil bespreken. Wie staat eronder? Basiebal. Nice, die is van TDT Recruit. Even kijken. Als het goed is, TDT Recruit of TDT City, ik durf niet te zeggen. Basiebal, waar zou die van zijn? Dat is lastig te zeggen. Ik ben intussen tijd, heb ik al een hele poos niet rondgelopen. Dus het wordt even tijd om dat te gaan doen. Om even te kijken waar de jongens mee bezig zijn geweest. Kijk, dit ziet er alweer heel veelbelovend uit. Holy frietsauzen. De huisjes zijn zo goed als af. Nice. Oké, dan moeten we even naar beneden. Hoe gaan we dat doen? YOLO! Oh nee, dat is een verkeerd levensmotto. Hè? You only live once, jongen. Wee-o. Ananas! 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 Ananas. Voor de mensen die vragen waarom ik keihard ananas roep, dat is om niet te gaan niezen. Daarom schreeuw ik keihard ananas. Dat helpt. Ik maak geen grap. Als je keihard ananas schreeuwt en je moet eigenlijk niezen, dan nies je gewoon niet. Dus dat is super chill. En nu hoef ik niet te niezen. Tada, verrassing. Waarom ligt hier een minecart? Oké, totaal geen logica waarom er een minecart ligt. Maar dit is wel cool gemaakt. In één keer hebben we gewoon een heleboel aankleding van alles. Oeh, de poort is ook zo goed als af bijna. Super epics. Kijk, oh, hier zijn ze dus ook bezig met, denk ik, met stone maken. Nee, lol, hier zijn ze gewoon niks aan het doen. Waarvoor dienen deze? Ah ja, deze dient wel voor stone, maar er gaan ook allemaal andere zwaarden shit doorheen. Wow, waarom haal je niet gewoon dit koppel eruit? Zit er wel in de furnace wat? Ja, doe je gewoon zo. Hop. Kijk, super makkelijk. Kijk, hop, hier heb je kobbel. Oh, daar ben ik net in geweest trouwens. Maar hier, kijk, hier zit ook kobbel in. Zet dat gewoon aan, hier. Hoppa, ding. Zo, die zit weer... Oh, waarom gooi ik Enderside erin? Sorry, bijna machine laten crashen. Maar die staat dus aan. Hier zijn ze... Oh, kijk, die jongens zijn goed bezig. Als we bouwen, gebruiken ze ook verschillende soorten blokken. Maar ik wil eigenlijk naar boven. Want daar wil ik even gaan kijken wat daar allemaal zit. Want hier moet nog wel even iets komen van een of... Ik zit denk aan een overkoepeling. Of in ieder geval iets wat afschrikt. Maar,
Moet ik nog even over nadenken met de jongens. In ieder geval, Gielse stad die ik met Giel heb gebouwd, die is af. Dus dat is super goed. En hier, ja mensen, dat vind ik super awesome. Ze hebben hier al een hele muur gebouwd met verschillende torens erin. Ja, moet je kijken hoe goed die jongens bezig zijn geweest. Echt bizar dit. En ze zijn gewoon hier alweer verder aan het gaan. We moeten gaan kijken, want hier, kijk. hebben ze gewoon weer een heel plateau gemaakt en weer een doorgang. Dit is toch bizar. We zouden eigenlijk hier nog iets moeten doen. Langs de muur. Maar daar moeten we nog maar even over na gaan denken. Ze hebben hier dus weer een heel stuk plat gemaakt, zie ik alweer. Holy frietsausen. Hier wist ik zelfs nog niks vanaf. Hop. Even kijken. Holy frieten. Dit is toch bizar? Moet je kijken wat ze gedaan hebben. Ze hebben dus TDT City nog verder... Oh, uitgebreid. Dit is bizar. Holy frietsaus. We moeten wel gaan kijken hoe we dat water neer gaan knikkeren. Maar... Holy frieten. Holy frietsaus. Dit is echt tof gemaakt, hoor, jongens. Oeh, ik wil bijna naar beneden. Maar even een dikke shout-out naar de boys die TDT City bouwen, zeg. Holy frietsaus. Laat even ook een dikke shout-out en een dikke hype in de reacties achter voor ze. Want dit is echt super tof gedaan, zeg. Holy damn. Dit is echt ziek. Nou, ondertussen zijn ze hier nog verder aan het knutselen met hun eigen huisjes. Zie je, er komt eindelijk een beetje voortgang in TDT City. Daar ben ik super blij om. Oh, nice. Dit, oh, cool. Oh, dat hebben ze ook nog gedaan. Oh, dit is cool toegevoegd. Oh, ik ga even kijken. Volgens mij hebben ze hier ook heel veel dingen gedaan. Even kijken. Hop, hier naar links. Hopelijk hebben ze dat achterkantje hiervan ook afgemaakt. Ah, nee. Dit hebben ze nog niet gedaan. Ik moet even kijken. Ik weet niet wat voor achterkantje ik hier wil. Dat vind ik altijd zo moeilijk te bepalen. En we moeten hier nog even iets gaan bedenken. Want dit vind ik op zich best wel leeg in de, ja, qua oppervlakte. We moeten nog iets cools voor bedenken. Nou, hier gaan we naar boven. Dat kent iedereen inmiddels al. En wij waren hier gebleven. Wee! Oké, hier moeten wij dus verder. Hop, ik ben weer beneden. Zo, nice. Op het even wat eten. Oh, nee, omhoog blijven jullie. Zo, goed zo. Ik moet dus nu gaan bedenken wat ik dus in deze smederij wil. Nou, deze kant is naar mijn mening is af. Hier is echt alles aan gedaan wat gedaan kan worden. Dus het is eigenlijk het opvullen van deze ruimte. En hier iets gaan bedenken. Aan de ene kant zit ik te denken om hier een ingang te maken. Dat zou kunnen. Maar hier zit ook een ingang in. Dus het wordt een beetje lastig. We zouden kunnen zeggen dat deze ingang eruit gaat. Of dat hier een steel deur, zo'n stalen deur voor in de plaats komt. Dus dat het eigenlijk zo'n speciaal hoekje is. Maar kijk, we hebben hier dus ook nog ruimte over. En hier zouden we volgens mij een speciaal hoekje maken. Ja, dat is lastig te zeggen dit. Het is echt lastig te zeggen. Ja, nu ga ik nadenken. Wat gaan we doen? Ja. Mocht jij nou een idee hebben? Help me even met een idee bedenken, mensen. Dat ze super awesome zijn. Anders kom ik er namelijk niet uit. Hey, balen. Dan wordt het dus tijd om de boel hier dan maar een beetje goed te gaan maken. Zodat we hier een beetje een goede doorloop hebben. Als we dat een beetje hier hebben, dan komt het helemaal goed. Hey, een grot. Laten we die even dichtbouwen. Hoppa, zo. Perfect. Oeh, minder perfect. Dat in dat we hier dus niet heen kunnen. Maar dan moeten we daar maar even wat goeds voor, nieuws voor bedenken. Oh, shit, dit kan dus ook niet. Ah, balen. Misschien moeten we dan... deze iets meer deze kant op leggen. Dus iets meer... dus hier een muur meer uit weghalen. En dan iets meer zo laten lopen. Misschien is dat wat beter. Denk het wel, want dan hebben we ook geen last van het plein. Dan gaan we hem gewoon even iets de andere kant op gooien. Ja, dat gaan we doen. Dan gooien we dit meer dicht, zo. Kijk. Niemand die hier wat van af weet. Niemand die dit heeft gezien. En dan kunnen we hier dus nog een laag van iets neerzetten of zo. Kijk, hop. Dan moet deze ook even dicht, zo. Dan moet dit hier weg. En dan maken we deze ook dicht. En deze ook dicht. Ja, hop. En hier precies hetzelfde. Zo, deze ook weg. Hop. Oh, perfect. Kijk, dan gaan we gewoon even iets meer deze kant op naar links. Hoppatee, dit even weghalen. En dan gaan we hier dus iets bedenken wat hier nog moet komen. Mensen, laat in de reacties achter wat jij vindt nou dat hier moet komen. Ik heb ook nog wel wat leuke ideetjes, maar
I don't know. We moeten nog even wat gaan bedenken. Ja? Hopelijk zie ik jullie volgende keer weer bij een nieuwe TDT Server Survival. Dan zou ik niet alleen zijn. Dan is Giel er waarschijnlijk ook weer bij. Of Eva en Giel. Zou zomaar allebei kunnen. Want we willen natuurlijk met z'n... Ik wil natuurlijk met z'n drieën die smederij afmaken. Hopelijk zeg ik tegen de mensen tot de volgende keer natuurlijk. En zoals gewoon zeg ik tegen jullie altijd. Ciao!